Greenpeace kondigde vorig jaar aan een rechtszaak te willen starten tegen de Nederlandse staat. Nederland zou niet genoeg doen om de effecten van klimaatverandering op de Caribische eilanden aan te pakken. Als het zo doorgaat, komt aan het einde van deze eeuw een vijfde van Bonaire onder water, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Greenpeace is op dit moment op Bonaire en Arabella Boscher vertelt hoe het momenteel staat met die rechtszaak. We werken op dit moment aan iets dat heet een sommatiebrief. En dat houdt in dat je een eerste waarschuwing geeft aan de regering. Wij vragen jullie om dit en dit te doen. En als dat niet gebeurt, dan behouden wij ons het recht voor om naar de rechter te stappen. Op wat voor termijn gaat dat gebeuren? Ik vermoed dat wat wij vragen in die brief, dat de Nederlandse overheid, ja, dat ze dat niet zullen kunnen gaan leveren. En dat betekent dat we kunnen gaan dagvaarden in het najaar. En een stapje verder eigenlijk kunnen. Ja. Ja, dan kunnen we een stap verder. Want als we eenmaal gedagvaard hebben, we weten dat ook niet zeker, want dat hangt af van verschillende factoren. Maar als dat zou lukken in het najaar, dan hebben we waarschijnlijk een rechtszaak ergens in 2024. Ja. Aan het begin, toen jullie dit net openbaar hebben gemaakt, toen begreep ik dat jullie goede hoop hebben dat jullie de zaak ook echt daadwerkelijk gaan winnen. Zijn jullie nog steeds zo optimistisch als toen? Ja, we hebben daar veel vertrouwen in dat we dit kunnen winnen. Ja.